Het had heel wat voeten in de aarde voor men in Appingedam een nationale ploegkampioen had gevonden. Op een vrij stuk zware kleigrond werd voor de 7e maal om die titel gestreden. 18 deelnemers wedijverden met elkaar in het trekken van de beste ploeg voor. In 3 uur moest een stuk van 25 aren worden bewerkt, waarbij juryleden nauwkeurig aantekening hielden van de diepten der getrokken voeren, die tussen 20 en 16 centimeter moest zijn. De jongeren blinken vooral uit in het tractorploegen. De ouderen slaan graag nog zelf de hand aan de ploeg. Er waren er hier een stuk of 5 die achter sterke viervoeters het paardenploegkampioenschap van Groningen bevochten. Uit de tractorwedstrijden moesten 2 afgezanten komen die ons land straks bij het wereldkampioenschap in Noord-Ierland zullen vertegenwoordigen. In het schathuis te Ekestein, waar de deelnemers laat 's avonds eindelijk uit hun laarzen stapten, werd de overwinningstrofee uitgereikt aan de jonge landbouwer van Manen uit Randwijk.